Wordt. Dat kan gewonnen worden. We hebben een rubberboot en een fluistermotor. Kortom, gewoon een boot. Eén moment, Tim. Wordt eigenaar van een dag voor het paard Monaco Royal Event. Die loopt in de tiende koers. Al het prijzengeld dat Monaco pakt is ook voor u. En verder nog wat subprijs als een Esprit zonnebril en 25 consumptiemuntjes en 10 jumbo verrassingspakketten. Maar de hoofdprijs, een rondvlucht over Lelystad. Nou, het was nip, denk ik, Tim. Nip. Ja, Tim, officieel. Maak een baas dan, man. Hele belt is vol. Je wil heel de zaken leggen, die pompon. Ja, ja, ja. Tommy, het was makkelijk. Het leek er in ieder geval heel makkelijk uit te zien. Aan de overkant kwam Mark de Jong nog wel dichtbij. Maar was je wel zeker van je zaak op dat moment of werd hij er een beetje makkelijk? Goed hoor, Tim. Het moeilijkste is de start. In deze bocht ging het bijna mis met twee springers. Maar hij gaat toch een klein beetje de bedoeling begrijpen. En Finn wilde de kop niet afgeven. Had ik ook niet gedaan, maar die had een slecht moment hier. Ik denk, nou, laten we dan maar hier voorbij gaan. En toen was hij klaar. Als je voorop ligt met hem, dan word je alleen maar gelopen door een hele goeie. Het leek ook dat Finn helemaal zou stoppen. Was op de finish was hij nog weer bijna twee. Dat zag ik. Maar goed. Hij weet hier wel waar hij de volgende keer moet rijden, op mijn rug. De eigenaar heeft lang geduld gehad. Hij staat naast je. Hij stond er bij de huldiging, daar ging hij eigenlijk wel een beetje vanuit. Ja, maar als je niet enthousiast bent in deze sport, jongens, komt het niks. En zulke dagen hebben we nodig en dan moet iedereen er gewoon bij zijn. Top. Precies. Peter Delens deed een winnend poolgarantie garanderen voor deze koers, 5000 euro. Iedereen was een klein beetje sceptisch, maar als ik jou vertel dat we 6300 euro haalden, was het eigenlijk weer een makkie. Nee, dat halen we normaal op een hele meeting, Tim. Dus gewoon top. Gewoon een top meeting. Ga voorrijden voordat hij wel druk wordt. En we zien je over. We hopen je over 2 weken weer te zien. Dankjewel, Tim. Komt goed. Een oproep voor de leerlingpikeur Finn Verkijk. De leerlingpikeur Finn Verkijk wordt verwacht bij het draverijcomité. Komen ze aan, dames en heren. Wat een winnaar. Guy Pompon, Tom Kooijman. Ja, als het gelukt was voor onze verdubbelaar, dan hadden we eerst met Busy Qualité verdubbeld en daarna met deze Guy Pompon. We zaten er dichtbij. Maar helaas, wie weet lukt het de volgende keer. Guy Pompon wint. Provisio. Ja, zijn streekjes. Ook bij de ereronde. Het is druk op Alkmaar. Hij is geïmponeerd, Guy Pompon. Maar ja, het gaat toch in de koers erg goed hier. En Tom heeft hem weer rustig. Goed, Tim. We gaan naar de vijfde koers. En centraal staat de Victory 5. We gaan... Van microfoon wisselen. Ja, we gaan van microfoon wisselen. Het is thans gedaan. Ik denk 5 koersen voorbeschouwen wordt te lang. Laten we ons beperken.